Nou, hoi allemaal. Ik heb vandaag een filmpje voor jullie en ik laat jullie zien hoe ik mijn make-up opberg. Het is eigenlijk meer mijn make-up hoek. Dit is mijn make-up hoek. En ja, zoals je kunt zien staat het ook gewoon in een hok waar ook een wasmachine staat en zo. Ik begin even bij dit plankje. Hier staan wat beautyboeken. Het is onder andere het boek van The Action. Het boek van Miss Lipgloss. Deze boeken is een haar- en make-up boek en een nagelboek. Deze zijn van de Kruidvat. Dan heb ik hier wat bakjes. Hier zit een mineraal blush in. Hier gebruik ik echt heel veel. Een loose poeder. Ook mineraal. Blush powder. Hier zit een stick in. En van die bronsparels. En hier zitten nog wat lipglossjes in en een lipstick en een topcoat voor lippen. Dan heb ik hier een aantal, onder andere een handcreme staan, een balsem en ook nog wat spullen voor het gezicht. Mijn favoriete oogschaduw. Dan zal ik deze even naar beneden halen. Want dan zullen jullie zien dat hier onder ook nog wat staat. Dit is onder andere een, ook nog wat oogschaduws. Twee lipglossbakjes. Een doek om je haar bij elkaar te houden als je aan het opmaken bent. En dan nog een groot oogschaduwpalet van de Action. Dan heb ik hier nog meer van die bakjes. Deze zit echt wat bronzers in. Ook nog wat spullen voor nagels. Een, ook nog een bronzer van de Sun Club collectie van Essence. Er zit ook nog weer een lipgloss in. En ook van die doekjes om je wat een beetje glimmers weg te halen. Hier heb ik heel veel lipglossjes. Dit is echt niet alles. Maar ja, je moet het toch ergens kwijt. Wel een groot deel zit hierin. Dan heb ik hierboven mijn mascara zit er wat in. Een paar oogpotloden. Ook wat lippotloden zelfs. Van die handige laadjes vind ik het zelf. Hierbovenop ligt dus nu nog een 3D oogschaduw. Die moet ik nog even opbergen. Hier nog meer oogschaduw en een crème. Een cream concealer met mijn wenkbrauwpoeder. Dan heb ik hier een blush en nog een quattro oogschaduw in. En hieronder een lipbalsem met nog wat oogschaduw en een lippenbalsempje van de Essence. Dan heb ik hier ook in deze bakken zit echt heel veel. Ook heel veel spullen, een spiegeltje zelfs, wat spullen voor mijn voeten, een crème nog, hier heb ik ook een skincare in zitten, een soort voorbij dat je zelf bruiner kunt worden. Dan heb ik deze, een vaseline, een handcreme, zeepje in een doosje. Voetscrub, nog een deo, droog shampoo en ook mijn spullen om te zonnen en een voetcreme zit er nog in. En ook nog tabletten om je voeten in te laten weken, zeg maar. Dit is, vooral hier zit ook heel veel, een paar luchtjes zitten er zelfs nog in. Van die patch, zeg maar, om je puistjes en poriestrips te doen. Wat spullen om make-up nog te verwijderen. Deze bijvoorbeeld. Heel veel nagellak removertjes. Heel veel, een aantal. Echt allemaal van die handige spulletjes. Mijn nagelverdunner zit hier ook in. Echt super handig vind ik dit. Ik heb hier ook mijn mini kwastenset nog in. Kan ik dus heel gaan meepakken mocht ik die nodig hebben.
hieronder mijn mini straightener. Mini steltangetje. Mijn cleanser voor mijn gel nagels van Essence. Ja, ook nog wat dingen om mee te wassen. Een mini nagelsetje. Hier zitten ook heel veel nagelspulletjes nog in. Een mini föhn zit er nog in. En van die flesjes die je zelf kunt vullen, zeg maar. Waar je zelf dus je meeneem shampoo in kunt doen. Van die rijstflesjes meer. Nou, dan gaan we even naar deze. Hier is dus mijn spiegel. Dan zul je hieronder nog lippen balsams die ik ook nog even weg moet zetten. Zet maar even hierop. Van die make-up organizers met ja, ook allerlei lipglossjes zitten erin. En een paar lipsticks. Mijn poeder die ik altijd gebruik. Hierachter zien jullie mijn wattenschijfjes staan en mijn wattenstaafjes. Die moet ik ook nog terugzetten. Mijn kwasten. Die staan hier ook. Ze passen niet allemaal in, dus ze liggen ook aardig wat los. Ook lipsticks. Gel. Eyebrow gel en oogschaduwbasis. Dit is ook wat oogschaduw. Ja, dat is. Die moet je even schudden. Dat is de natte oogschaduw. Mijn losse poeder, mijn blush, soufflé, oogschaduws. Mijn make-up basis zit hier ook in. Het is echt een ja, heel vol potje. Daar staan ook nog wat spullen. Dus vooral mijn eyeliners en mijn ja, poeder voor je wimpers. Hier heb ik allemaal bakjes staan. Hier zit bijvoorbeeld echt allemaal lippenbalsems in. Deze is vol met lipsticks. Nog een paar klosjes zelfs. Hier zitten ook nog wat volle producten in. Die ik heb aangeschaft omdat ze in aanbieding waren. En ik het handig vond om te hebben, maar ik heb ze niet aangebroken. Nog meer lippenbalsems. Onder andere mijn Eos lippenbalsem. En eentje van Kleenex en drie van Action. Dit is mijn tasje met allemaal haarspullen. Dit is niet alles, maar dit gebruik ik het meest. Echt van alles zit erin. Dan heb ik hier mijn gezichtstomer. Waar ik erg blij mee ben. Een nageldroger. Mijn Evian gezichtswater staat hier. Mijn beauty olie. Nagellak remover is een handig pomflaconnetje. Een heerlijk luchtje van de Puma die hier eigenlijk niet hoort. Die er wel staat. Bruno Banani staat hier ook. Hoort hier ook niet. Mijn reiniger voor mijn kwasten. Mijn perfecte nagelspray. Twee crèmes van Essence. En mijn gellamp staat hier ook. Daarachter staat ook een prullenbakje. En er zitten dus echt de dingen in die leeg zijn. Mijn lege verpakkingen van nagellakjes. En gewoon lege make-up verpakkingen, zeg maar. Nou, dan heb je hier nog een leuke spiegel. mijn nagellakrek. Echt super blij mee. Hier zien jullie echt heel veel Essence kleurtjes. Allemaal op een rij staan. Is echt allemaal Essence. Dat spoelt hier dan ook nog eventjes. En dat stopt dan hier. Hier staan ook nog wat Essence spullen. Maar ja, daar heb ik ook mijn French manicure spullen neergezet. New York Color zien jullie staan. NIC. Spullen van de HEMA staan hier. Kleintjes en iets van de Ethos. En dit is allemaal Action, wat hieronder staat. Behalve deze. Deze is van de nieuwe collectie van Essence. Die hoort daar eigenlijk niet. Echt super blij mee. Dan zie je hier nog een tissuehouder aan de muur. Waar ik dus mijn tissues uithaal mocht ik iets willen verwijderen.
Ja, verder staan nog wat haarspullen hier op de grond. In dozen, maar ja, het staat eigenlijk allemaal heel erg vol. Ja, ik hoop eigenlijk dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn spullen bewaar. Er volgen nog stashfilmpjes wat ik in mijn stash heb, maar voor nu vond ik het wel leuk om dit even te laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten hoe jullie je make-up hebben neergezet. Hebben jullie ook een echte tafel of ook plankjes in de muur wat ik heb? Ik ben erg benieuwd, laat het me weten. En ik zie jullie gewoon de volgende keer weer bij het volgende filmpje. Doeg!